Wat kan een tourmanager voor een artiest juist betekenen en wanneer is het voor de artiest dan eigenlijk aangewezen om ook een tourmanager te gaan zoeken? Meestal gebeurt het op het moment dat je toch x aantal buitenlandse boekings begint te krijgen. Zolang je alleen in België of Nederland en dergelijke optreedt, heb je dat niet echt nodig, omdat het is allemaal heel eenvoudig. Je kan met de auto overal geraken. Je hebt dikwijls ook niet veel personeel mee. Het is pas vanaf als je ver naar het buitenland begint te gaan en regelmatig, dat je als artiest normaal gezien wel gaat merken dat het eigenlijk heel moeilijk is om al die zaken te blijven volgen. Ook omdat die artiest beter met zijn muziek bezig is dan met heel die administratieve en logistieke rompslomp. Waarom zou je dat niet door je agent laten doen en wel door een tourmanager? Omdat die agent ook nooit de baan mee gaat opgaan. Een agent is misschien een gevaarlijke uitdrukking, maar heeft naar mijn inzicht ook soms een gemixte agenda. Dat hij soms 2, 3 andere artiesten op hetzelfde evenement heeft staan en daardoor wat toegevingen doet naar jouw comfort toe in plaats van jouw belangen volledig te verdedigen. Dat is eigenlijk het moment dat het aangewezen om een tourmanager te gaan zoeken. Nu, hoe gaat dat meestal in zijn werk? Ik zit misschien in een luxe positie, maar ik heb tot hiertoe zelf nooit naar een artiest moeten zoeken. Omdat ik vooral ook de indruk heb in België dat eigenlijk, en dat zie je ook bij de internationale grote bands, Belgen staan in de sector vrij hoog aangeschreven. Onze Belgische bands en DJ's doen het echt van vandaag ook heel goed in het buitenland. En het aantal tourmanagers in België is vrij beperkt. En dat zorgt er eigenlijk voor dat het werk eigenlijk allemaal automatisch bij jou terechtkomt door de mensen die je eigenlijk ook op festivals tegenkomt. Ik denk dat dat ook gewoon een belangrijk aspect is als je op een festival bent als tourmanager. Idem voor een artiest. Je weet nooit wie je tegenkomt. Iedereen die je tegenkomt kan een potentiële klant zijn of een potentiële organisator of weet ik veel wat. Vandaar dat het eigenlijk, het is een kleine sector, iedereen kent iedereen en eigenlijk loopt het allemaal vrij vanzelf.